Als jij eens even terugkijkt op jouw zomer. Ja, ik heb een hele veelzijdige zomer gehad. Qua platen moet ik zeggen. We hebben er eentje gehad in mei. Dat is te weinig. We zijn naastig op zoek naar een nieuwe single. We hebben er toevallig van de week gesprek over gehad. En die gaat er nu heel snel komen. Een vrolijk liedje, een gezellig liedje, up-tempo. Dus daar zijn we druk mee doen. En voor de rest van de zomer, ja, het werk gaat gewoon door. En ja, we blijven gewoon lekker aan het werk. Veel te weinig NL-shows gehad. Wie maken dat soort platen nou voor jou? Doe je dat helemaal zelf of doen anderen dat? Nee, zelf. Laat ik zelf maar niet gaan schrijven. Dat is niet in mij besteed. Ik ben weer goed in andere dingen. Maar Frank Verkooyen hebben we in het verleden meegewerkt. We hebben met Hans Albers gewerkt. We hebben met heel veel mensen gewerkt. Ja, wie de juiste schrijft, dat beslist alleen het volk. Nu zijn we ook weer aan het zoeken, aan het lobbyen naar nieuwe liedjes. Maar ja, wie de juiste voor mij heeft, dat maakt mij in principe niet zo gek veel uit. Als ik het liedje maar leuk genoeg vind. En het volk natuurlijk. Als je verder kijkt op muzikaal vlak, komt er wellicht binnenkort nog weer een album aan? Nou, dat duurt nog even. Dan gaan we wel het volgende jaar in. Dus dit jaar sowieso geen album. Sowieso, single komt er snel, maar album nog even in de wachtkamer. En als die zomer weer voorbij is, dan komt die winter er weer aan. Ben je dan ook in Oostenrijk of zo te zien? Ik moet eerlijk zeggen, hij is nog niet helemaal voorbij. Want over een week of zeven ga ik naar de Canarische Eilanden nog even zingen. Dus dat is ook wel een lekkere zomer, hoop ik. En dan gaan we weer op naar de wintersport. Want dan komt Westendorf er weer aan, hè? Oostenrijk. Daar heb ik al wel zin in februari. En als je daar bent, ga je dan ook skiën of ga je alleen zingen? Ik probeer ook altijd een beetje te skiën. Maar probeer.